Nou ja, als je mijn mama hebt gezien. Ze noemt dat sla. Toch teruggestuurd. Hallo kus! Hallo kus! Welkom bij weer een nieuwe vlog! Wij zijn net naar de mall geweest. Oh my god. Mall at de UTC. Want Sam moest schoenen hebben. Ja, dat is waar. Dat is. Sam zocht. Wat heb ik gekocht? Schoenen. Wat heb ik voor de rest gekocht? Niks. Ah, wat heb jij gekocht? 3 bikinis en een playsuit en een workout outfit en een BH. Nu zijn we er, hè? Yep, oeps! We zijn... Sam was al even op zoek naar... Wat is dat? Adidas Ultra Boost. Ultra Boost. En we hadden gisteren in de shopping waar we waren gevraagd en die zeiden dat dat hier was. Maar we zijn hier in de week al geweest voor mijn iPhone. We dachten, ja, dan rijden we uit. Het is een beetje bewolkt vandaag. As you can see, het is eigenlijk best heel overtrokken. Het is nog altijd heel warm, maar de zon komt niet door. Dus we dachten, waarom niet? Dan gaan we maar weer naar de shopping. Ik denk dat dit de laatste keer was van de vakantie. Oei, ik heb mijn riem niet aan. Buckle up, please. Oké, sorry. En nu, aangezien dat we toch hier bij de shopping zijn, gaan we... Nee, je moet hier naar daar gaan. Naar links, bedoel ik. Aangezien dat we toch hier zijn, gaan we dingen eten. Shit, nu ben ik naam kwijt. Ah, Chipotle. Once again. Dus dan gaan we eten. Daar is trouwens de... Ja, het is echt lekker. Daar is trouwens de shopping. Het is echt mega groot. En zoals je kunt zien is het heel bewolkt. Daar is een beetje blauw. Als het bewolkt is, kun je altijd gaan shoppen. Weet je? Ik ben aan het inzoomen. Ik zie niks, dat is niet andere. Ik heb wel leuke dingen gekocht. Ik heb mijn shopschade van de eerste dagen wel ingehaald. Dus dat is keigoed. We got the goods. Ik heb een bol met korianderrijst, salsa, mais, chicken, guac en... Ze noemt dat sla. En jij? Ik heb bruine rijst, zwarte bonen. Ah ja, chicken. Ik heb ook nog zwarte bonen. Chicken yeah. Sour cream en cheese. En dan hebben we ook nog chips en guac en Coke Zero. Smakelijk! Smakelijk, schatje. Wij zijn terug en we gaan nu barbecuen bij onze familie. Wisten jullie trouwens dat mijn natuurlijke haren zo zijn? Dat ik zo'n krullen heb. Nou ja, als je mijn mama hebt gezien, dan weet je wel waar ik dat heb. Die heeft zo krullen, dus lekker zo. En mijn zus heeft ook krullen. Ik heb mijn haren dus niet gedaan nu om te gaan. Papa is er al en wij moeten weer trekken. Maar mama is nog niet klaar, denk ik. Ik ga deze outfit aandoen. T-shirt is van Victoria's Secret. Dat is een crop t-shirt. Shortje is ook van Victoria's Secret. Allemaal van de Pink Collection. Dus van de jongere collectie. Helemaal zwart. Chill. En mijn sletsjes zijn van Totally Two. Ik heb die witte echt al elke dag aan gehad. Die zijn trouwens zalig om aan te doen. Die wandelen super fijn. En echt hoeveel mensen aan mij al hebben gevraagd van waar zijn de schoenen, in het Engels dan natuurlijk, hè? Van waar dat mijn schoenen zijn. Dan moest ik telkens zeggen, ja, van Totally Two, mijn eigen webshop. Maar we don't ship to the USA. En die waren altijd zo van, oh no, they are so nice. Ja, yeah, I know, I know. Zijn wat Totally Two. in the zomertown. Oeh. We're back into town, denk ik. Ah, ja, we waren daar net in hetzelfde. We waren hier maar 3 straten verder. Het was wel gezellig, hè? Ja. Het was leuk. Ik vind het leuk dat iedereen er nog eens is. Ja, dat is voor mij ook al 3 jaar geleden. Ja. Ja. En lekker was het ook. En lekker was het ook. Goeie BBQ. Ja? Nou, ik heb een stuk kip gegeten, maar voor de rest eigenlijk niet heel veel vlees. Ja, geen vlees voor de rest. Geen steak. Steak. Een dikke steak. Steak en niks. Ah nee, dat is iets anders. Ah nee. Oei. Oké, wij gaan nu slapen, want we zijn heel moe. Het is 9 uur, 8:45 denk ik. Maar... Klinkt nog altijd een beetje raar om te zeggen, hè? Ja, hè? Het is een heel moe, het is 9 uur. Ja. Maar weet je, dan komt er de jetlag. Het gaat nu wel wel beter. Ja, maar we doen nog veel en zo. Maar je bent de hele dag bezig en ik ga liever dan om 9 uur slapen en sta ik morgen vroeg om 7 uur op. Daar heb je zo meer aan, vind ik. Ja. Omdat je nu tot 11 uur tv gaat kijken en morgen tot 10 uur slaapt, want dan mist je zo het mooiste, de ochtend zo. Ja, als we dat thuis ook maar eens konden. Maar dat lukt niet. Nee, we gaan. Want thuis heb je ook veel werk en je werkt de hele dag en dan wil je daarna nog van alles doen. En dat gaat allemaal niet aan. Nou, oké. Slaap wel iedereen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up. Dat vinden we heel leuk als jullie dat doen. En laat ook zeker een leuke comment na. We proberen die te beantwoorden sowieso. Soms is het veel. Maar we halen dan na een tijd, na een paar dagen sowieso wel in. Dus zeker doen. En wij zien jullie morgen.